Wat kunnen we in de toekomst nog meer verwachten? Ik heb niet veel toekomst meer. Wat kan alleen maar mooier worden? Misschien over 30, 40 jaar hebben ze allemaal een klein helikoptertje op het dak staan. Hi, ik ben Sophie en je kijkt naar alweer de laatste aflevering van Schrijven naar Swipen. In deze aflevering gaan we kijken wat voor nieuwe technologieën ons op liefdesgebied nog staan te wachten. Maar eerst wil ik je laten zien wat ik in de afgelopen tijd allemaal geleerd heb. In mijn vriendenkring is online daten of inderdaad via Tinder of Grindr of wat dan ook, vinden ze allemaal echt prima. Is het een manier om in contact te komen, Tinder, internet daten? Sure. Mm-hmm. Maar maak niet afhankelijk van die ene app en van die ene datingsite. En ze maken het eigenlijk gewoon om dan naast je huwelijk of naast je relatie iets te doen, want dat moet toch kunnen. Naast dat ontmoeten een stuk makkelijker gaat, is ook seks op een andere manier te beleven en zijn lange afstandsrelaties een stuk makkelijker vol te houden. Zo, ze kijkt me aan! Jezus. Ik had nooit verwacht dat ik een lange afstandsrelatie zou hebben, maar ik hou het wel heel goed vol. Bovendien heb ik geleerd dat het internet ook een heleboel positiefs heeft gebracht voor de gay scene. En ik heb het idee dat veel meer homo's thuis echt uit de kast komen. Dat ze thuis echt zijn wie ze zijn. Achter de computer, achter zijn smartphone, achter zijn tablet. Internet heeft het op veel vlakken een stuk gemakkelijker gemaakt, maar eigenlijk ook nog wel een stuk onpersoonlijker. Je hoeft niet meer de deur uit om je potentiële lover te ontmoeten. En als je seks wil, zet je een VR-bril op of gebruik je gewoon een seksspeeltje op afstand. Als er twee mensen zijn die in hun leven en dan vooral de afgelopen 20 jaar een hele hoop veranderingen hebben meegemaakt, dan zijn het wel opa en oma Jordaan. En het gekke is om erbij stil te staan dat over 20 jaar voor ons ook nog een hele hoop gaat veranderen. Ik hoop er in deze aflevering een beetje achter te komen hoe en wat, maar voordat ik dat ga doen ga ik eerst de straat op om te kijken hoe de mensen op straat aankijken tegen de toekomst. Als je een hele wilde gok zou mogen doen en in de toekomst zou mogen kijken, hoe denk je dan dat de liefde er over 100 jaar met internet en alles uit zal zien? Oh, dat is een hele goede vraag. Ik zou het niet weten, ik durf het niet te zeggen. Moeilijk. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee eigenlijk. Ik heb echt geen idee. Nee, ik weet ook niet. Ik heb niet veel toekomst meer. Ik denk dat er heel veel robots zullen zijn die de mensen onderhand vervangen. Flauwe, ja, alleen maar internet daten, denk ik. Ja, ik denk alleen maar aan lange afstandsrelaties, toch? Wat zeg je? Alleen maar lange afstandsrelaties. Ik denk dat het alleen maar mooier wordt. Ja? Op wat voor manier? Nou, alles wat sneller en zo, weet je wel. Alleen maar van kwaad naar erger. Ja? Op wat voor manier? Omdat als je tegenwoordig kijkt, omdat het internet is en niet ziet met wie je bezig bent, is het maar de vraag of het daadwerkelijk de juiste persoon is die je voor je hebt, of je daadwerkelijk ook gaat treffen. Kijk je ernaar uit? Nee, niet per se. Ik vind het wel leuk om gewoon persoonlijk contact te maken met mensen. Nee, zeker niet. Ja, al die nieuwe dingen, wat kan alleen maar mooier worden? De mensen op straat hadden eigenlijk allemaal geen idee. En iedereen die er wel een idee over had, die was ook eigenlijk alleen maar een beetje aan het gokken. Iemand die me misschien wel een beter beeld kan geven over wat ons te wachten staat, is futurist Barbara van Veen. Zij heeft namelijk alle ins en outs over de technologie van de toekomst. Let's go. Barbara, jij bent futurist. Zou je mij misschien kunnen uitleggen wat het precies inhoudt? Futurist kijkt 30 tot 40 jaar in de toekomst. Mm-hmm. En ik doe dat, ik ben gespecialiseerd op nieuwe technologie. Dus ik kijk naar hele jonge technologietjes die nu net geboren worden in het laboratorium. Wow. En dan probeer ik na te denken van wat die voor effect kunnen hebben op hoe we leven. Ja, want ik heb dat in mijn onderzoek natuurlijk ook gezien. Er zijn robots die seks kunnen hebben. Er is internet, apps, van alles en nog wat. Wat kunnen we in de toekomst nog meer verwachten? Die Internet of Things. En dat betekent dat allerlei apparaten slim worden, aan internet hangen en kunnen onthouden wat je doet, hoe je bent en dus ook wat voor emoties je voelt. En kunnen dan vervolgens de omgeving op jouw emotie aanpassen. Dus Spotify die kan liedjes draaien die helemaal in de mood zitten. Ja. De verlichting waar je bent kan zich aanpassen zodat je beste features eruit komen. Ja. Maar ook je kleren kunnen zich aanpassen aan hoe je je voelt. Dus eigenlijk alle dingen in je omgeving die je nu ervaart als dood of stom, die zijn straks slim en die kennen je.
En die weten wat ze moeten doen als je helemaal in love bent. En wat denkt u dan dat het allemaal voor invloed zou hebben op de maatschappij over 40 jaar? Jij bepaalt eigenlijk hoe je omgeving eruit ziet. En dat is ook best wel een vervelend iets. Want als je denkt, alsmaar denkt dat alles maakbaar is, dan ga je steeds minder goed om kunnen gaan met tegenslag. En je bent ook op een gegeven moment aan de goden overgeleverd als de techniek stopt of faalt. Ja. Dus het heeft voor- en nadelen. Ja, ik ben zelf nu ook echt gigantisch benieuwd geworden. Ik hoop dat we over 40 jaar gewoon weer hier kunnen zitten en dan terug kunnen blikken op alle mooie dingen die er gaan gebeuren. Dus echt super bedankt. Graag gedaan. Ik heb echt heel erg veel zin om deze ontwikkelingen aan levende lijf te ondervinden. En mensen die ook heel veel ontwikkelingen aan levende lijf hebben ondervonden, zijn dus Open Lower Jordaan. Daar waren ze niet altijd even positief over. En over de toekomst, ja, hebben ze ook een beetje hun twijfels. Een hoop voordelen en een hoop nadelen. Ja. Want ik ga veel met de bussen, met de tram, en dan komen die jeugd binnen. Ja, en hard praten ook in de tram. Ja, die zitten allemaal met allemaal met die dingetjes in hun oor. Of op de fiets. Toen wij een jaar of 20 waren, is er natuurlijk vanaf die tijd zoveel nieuwe dingen gekomen. Zoveel nieuwe. Wat er nu dan allemaal is, nou, dat is onvoorstelbaar voor ons wat er zo bijgekomen is. Als mijn ouders terug zouden komen, die zouden denken, wat is het voor een wereld? Wat is het hier voor een wereld beneden? Het is toch krankzinnig? Ja, waar moet het naartoe? Wat moet dit naartoe? Dat zullen wij nooit weten. Nee. Want dan zijn we er niet meer. Nee. Misschien over 30, 40 jaar hebben ze allemaal een klein helikoptertje op dak staan. Ik heb altijd gezegd, en dat blijf ik zeggen, je krijgt, als je op Schiphol bent, ga je een tunnel in en dan word je afgeschoten en dan span je. Dat denkt komt hij altijd. Komt er geen vliegtuig ook meer aan de pas? Dat denkt hij. Dat denk ik, ja. Dat ja. Zegt hij altijd. Eigenlijk is het internet zoals met alles. Het heeft positieve en negatieve kanten en dus ook voor de liefde. Ik heb het de afgelopen weken natuurlijk heel erg veel gehad over liefde. En daardoor ben ik ook best wel gaan nadenken over mijn eigen liefdesleven. Dat is op het moment niet echt heel veel soeps. Maar ik ben best wel benieuwd hoe het er in de toekomst uit gaat zien. Ik zit hier nu bij Anita en Anita is paragnost. En ik ben heel erg benieuwd of ze mij wat meer kan vertellen over mijn leven, mijn liefdesleven. Dus hoi Anita, super bedankt dat je mij wil gaan lezen. Hallo Sophie, ik ga je aura readen. Ik ga een beetje je geboortehoroscoop bekijken. Mm-hmm. En ik ga ondertussen kijken of er spontaan wat doorkomt. Ja, je bent een waterman van je sterrenbeeld. En dat is ook sowieso vrijheid. Die zijn heel echt, die houden niet van leugens of dat de waarheid verdraaid wordt. Daar word jij helemaal ziek van. Maar je hebt de zon dus in waterman, dat is je sterrenbeeld. Maar je hebt de maan ook weer in boogschutter. En dat is ook weer die vrijheid. Maar ook jagen. En je hebt heel veel mannelijke energie. Wat zegt dat dan? En meestal zijn het de mannen die jagen. Mm-hmm. En een vrouwtje laat zich pakken. Ja. Maar bij jou is het een beetje andersom. Jij moet jagen. Hè? Dus als jij ooit een man tegenkomt dat je denkt, dat is leuk, moet je niet gaan wachten. Je moet erachteraan. Ja, maar er komt een moment, en dat is ver na je 30ste, dat er iemand om jou heen blijft hangen. Dan en, pas. Ja, maar die tijd gaat heel snel. Want ik zie dat je het heel druk krijgt. Dus de tijd vliegt. Dat heb je nu al volgens mij. Ja, want ik heb het gevoel, als jij een keer de ware man ontmoet, dan kan je geen camera meer zien. Oké. Okay. Dan wil je huisje, boompje, beestje. Ja, heeft u misschien nog wat meer informatie over de liefde voor mij? Nou, ik zie dat er af en toe wel wat langskomt bij jou, maar het blijft niet hangen. Het boeit niet. En jij leert van al die mannen wel heel veel. Hè? Dat streelt ook je ego wel, dat ze allemaal willen. Maar soms ben je ook wel heel verdrietig. Dan denk je, ja, wat moet ik daar allemaal mee? Wat ik zoek zit er gewoon niet bij. Maar die komt wel. Nou, Anita, echt super bedankt. Nou, jij ook bedankt voor je vertrouwen. Ik heb het heel graag gedaan. Ik vond het aan het begin best wel spannend om naar Anita toe te gaan. Ik dacht, oké, hier ga ik nu eens even ziek geconfronteerd worden met mezelf. Viel allemaal wel mee, het was super gezellig. En ze heeft ook wel dingen gezegd waarvan ik dacht, wow, hier kan ik me best wel in herkennen. Ik heb wel gehoord dat ik waarschijnlijk tot mijn 30ste moet wachten om mijn ware liefde tegen te komen. Dat duurt nog wel eventjes, dus misschien
dat ik hem ontmoet via een of andere nieuwe technologie. Of gewoon lekker casual in de kroeg. Jullie in ieder geval ontzettend bedankt voor het kijken. En als je alle afleveringen nog een keer wil zien, surf je gewoon naar s1.tv. Adieu!